Via Cultura Weekeditie, een bonte mix van nieuws, cultuur en allerlei andere zaken die spelen in de Drechtsteden. Welkom allemaal bij Via Cultura, de weekeditie. Mijn naam is Sylvia Landa. Ik val voor een collega in. Normaal gesproken zitten hier andere mensen, maar vandaag moeten jullie het met mij doen. Ik ga meteen naar mijn eerste gast aan mijn linkerhand, Astrid. Goedemiddag. Adviseur bij de Kamer voor Koophandel. Ja. Ik wil graag van jou weten, we hadden net al een klein voorgesprekje. Kamer voor Koophandel, een beetje het idee dat we wat kwijtgeraakt zijn. Ze zijn naar Dordrecht vertrokken natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik wil natuurlijk ook dingen over jou zelf weten. Want je bent al heel lang werkzaam, hè, bij de Kamer voor Koophandel. Ja, zeker. En in Dordrecht begonnen ook, op de Groenmarkt. Ja. Zo'n mooi oud pand, ooit begonnen. Ja, dat was gewoon geen kantoor, hè. Dat is gewoon echt in een oud woonhuis, zeg maar, dat je mag werken. Daarna zijn we nog verhuisd naar de Draai, tegenover de Rabobank, zeg maar. Dus daar, ik werk al 32 jaar bij KVK. Zo. Ja, tegenwoordig in Rotterdam. Een mensenleven, hè? Ja, zoiets. Ja. Ja. Even dieper op ingaan. Je bent adviseur bij de Kamer van Koophandel, zeg ik dat goed? Ja, klopt. We hebben een aantal ondernemersadviseurs per kantoor. Dat betekent dat je informatie of voorlichting geeft aan mensen die een eigen bedrijf hebben op het gebied van innovatie, financiering, import, export, fraude. Maar vooral ook het starten van een bedrijf. En dat laatste, dat is mijn specialisatie. Dus ik spreek vooral mensen die nog geen bedrijf hebben, maar dat wel heel graag zouden willen. Ja, oké. Okay. Dat zijn spannende tijden, denk ik. Veel vaak enthousiaste wel. Mensen. Over het algemeen zijn het hele enthousiaste mensen. En soms ook wel mensen die zeggen van dit komt op mijn pad, al dan niet gepland. En ik weet eigenlijk niet zo goed of ik dat wel moet doen. Dus het is niet zo dat het alleen maar enthousiasme is. Soms is het ook gewoon wel echt willen weten van als ik deze stap neem. Wat gebeurt er dan allemaal? Wat moet ik allemaal regelen? Ja, en misschien ook een beetje soms de harde realiteit bij de mensen. Want het is natuurlijk ook vaak heel hard werken. Ja, nou, ik vind het ook wel als mijn taak, of een van mijn taken, om mensen niet alleen maar dat enthousiasme te voeden, zeg maar, en ze voor te lichten. Maar soms is het ook gewoon echt zeggen van, ik zou het niet doen. Of ik zou het niet zo doen zoals je dat nu voor je ziet. Ja. Ik vind dat wel een taak ook van een adviseur, om soms ook nee te zeggen. Ja, oh wauw, dat is wel. En dat zal niet zo vaak voorkomen, denk ik, of juist wel? Niet dat je echt zegt van ik zou het niet doen, maar wel van heb je er wel goed over nagedacht? Zou je het niet beter anders aan kunnen pakken? Zou niet eerst eens gaan kijken of er wel vraag naar is, naar wat je wil doen, voordat je je in de schulden steekt of andere zaken gaat regelen. Dus dat wel. Dat komt wel dagelijks voor. Ja. En hoe zie ik dat voor me? Want ik zei net al, Kamer van Koophandel. Ik heb altijd een beetje het idee dat jullie een beetje uit zicht verdwenen zijn. Ik zit in Dordrecht. Ik wil morgen toch advies van jou inwinnen. Hoe gaat dat? Waar ga ik naartoe? Ja. Waar vind ik jullie? Ja, omdat wij niet meer overal kantoren kunnen hebben, gewoon door digitalisering, hoge kosten en dat soort zaken, zijn er toch wel wat kantoren weggegaan. Helaas ook in Dordrecht dus. En heel veel van die informatievoorziening is verplaatst naar het digitale kantoor. Hè. Dus je kunt naar kvk.nl en daar vind je echt heel veel informatie. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je zegt van maar ik wil gewoon eens een gesprek. Ik wil eens iemand aan de lijn krijgen of ik wil met iemand chatten of face-to-face zien. Nou, we hebben gewoon een speciaal telefoonnummer echt om met een adviseur rustig in gesprek te kunnen gaan. Kunnen we ook op afspraak doen. Kan zelfs met videobellen als je dat zou willen. Maar in Rotterdam hebben wij een ondernemersplein. Daar kun je ook langs gaan voor een gesprek. En via de chat tegenwoordig heel veel. Ja, dat is echt opkomend, zeg maar. Ja, dat begrijp ik. Ja. Dus digibeten vallen een beetje buiten de mand. Of ze moeten naar kantoor. Ja, of bellen. Ja, als je ons belt. En ik spreek ook wel eens mensen die zeggen van ik heb heel veel vragen. Maar ik ga bijvoorbeeld samen ook met iemand anders beginnen. Maar ik kan niet naar Rotterdam komen. Dan plan ik een videogesprek in. Oh, ja. Dat tegenwoordig natuurlijk ook heel makkelijk. Ja. En dan kunnen we toch met elkaar elkaar in de ogen kijken, zeg maar. Wat heel veel mensen toch wel willen. Ja. Maar dat je dan toch op afstand blijft. Ja. Nou zeg je net, ik doe het al heel lang. Wat is nou, is er nou veel veranderd in die tijd qua ondernemerschap? Of?
Nou, het zijn er vooral veel meer geworden. Het aantal starters, dat groeit nog ieder jaar. Ja, ondernemerschap is in die zin veranderd. Dat natuurlijk, ja, vergeleken met 30 jaar geleden, ook het ondernemen steeds digitaler is geworden. Dus het merendeel van de mensen die ik spreek, ja, zijn hele jonge mensen die misschien al een bedrijfje gaan starten op het internet. Hè, een webshop of als influencer gaan werken. En dat soort beroepen die zijn natuurlijk wel echt nieuw. Ja. Dat hadden we 30 jaar geleden niet. Nee. Dus dat is wel echt veranderd. Ja. Ja. En wat is nou de meest gestelde vraag aan jou dan als adviseur? Met stip op 1 is zo, ja, ik wil voor mezelf beginnen. Hoe doe ik dat? Dus ja, dat is echt wel heel bazaal, zeg maar. Echt basisinformatie. En verder gaan ontzettend veel vragen over belastingen. Want dat is toch wel iets waar heel veel ondernemers, en vooral startende ondernemers, 's nachts wakker van kunnen liggen. Ja. En gelukkig, ja, ik werk ook heel nauw samen met de Belastingdienst. Wij organiseren ook samen online bijeenkomsten iedere maand. Dus daar weet ik inmiddels ook wel best veel vanaf. Dus heel vaak kan ik mensen best wel geruststellen ook. Dat het niet de vijand is, maar dat ook de Belastingdienst erbij gebaat is om je goed voor te lichten. Ja. Dus dat, daar doen we ons best voor. Ja, ja. En ik ga dan, als ik dus een 1-op-1 gesprek zou willen, dan ga ik dus naar Rotterdam. En dan, je zegt, er is een ondernemersplein. Daar hebben jullie nog fysiek een pand, begrijp ik? Ja, op de Blaak is een pand. Daar is iedere dag van maandag tot en met vrijdag een adviseur aanwezig. Ja. En daarnaast is daar op donderdag bijvoorbeeld ook iemand van de Belastingdienst aanwezig. Mm-hmm. Iedere dag is er ook iemand van de gemeente Rotterdam aanwezig. Ja, dat is natuurlijk voor Rotterdamse ondernemers interessant. Maar ook als je uit Dordrecht of omgeving komt, kun je daar wel vragen stellen over gemeentelijke vergunningen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of hoe werkt het nou met starten in de zorg en je hebt met de WMO te maken. Of dat soort vragen, ja, die kunnen zij ook wel goed beantwoorden. Ja. Ja, want het is natuurlijk heel breed. Ik bedoel, ondernemerschap is in de breedste zin van het woord. Ja, zeker. Ja. Dat zijn webshops, dat zijn ZZP'ers in de bouw. Dat zijn chemische bedrijven. Het kan echt van alles zijn. Dat maakt mijn werk ook zo leuk. Ja, dat geloof ik. Ja. Als je nu dan in de tijd terugkijkt. En heb je bijvoorbeeld dan ook dat je zegt van, nou, dat was wel een onderneming. Dat vond ik zo leuk. Dat ik daar nou dat beginnende gesprek mee heb mogen doen? Nou, ik kan niet echt één voorbeeld noemen. Maar ik heb wel heel vaak dat er iemand wegloopt dat ik denk van, jeetje, dat ik daar zelf niet op ben gekomen. Wat een goed idee. Ja. Wij hebben overigens allemaal de eed afgelegd. Dus alles wat wij horen, met name toename, mogen wij ook niet naar buiten brengen. Dus ik hoor wel eens ideeën dat ik denk, Ja. Goed, maar ik mag daar dus verder helemaal niks mee doen. Nee, dat is ook logisch. Nee. Ja, het lijkt me ook wel heel leuk om dan te zien dat zo'n onderneming floreert, toch? Zeker. Ja, wat we nu heel veel zien, dat zijn studentondernemers bijvoorbeeld. Die zijn natuurlijk super creatief. En durven ook nog wel risico te lopen. Hè? Soms tegen het naïeve aan, zeg maar. Maar kunnen heel vaak met heel weinig middelen de leukste ideeën tot uitvoering brengen. Ja, daar word ik echt wel vaak heel enthousiast van als ik dat dan hoor. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, dat geloof ik. Ja, maar ik denk dat zolang alles maar enthousiast natuurlijk begint, dan is dat natuurlijk toch wel, dat straalt ook op jou af natuurlijk. Is dat ook de reden waarom dat je het al zo lang doet? Gewoon omdat je het dan toch die passie bij die mensen herkent? Ja, ik vind ondernemers, vooral startende ondernemers, echt heel leuk. Want inderdaad, ze zijn heel vaak enthousiast. Moet ik wel zeggen, de afgelopen jaren horen we natuurlijk ook best wel andere geluiden. Trouwens wel met eerdere crisis natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Je spreekt ook wel eens ondernemers waarbij het water aan de lippen staat. Ja. Dus het is niet alleen maar leuk. Maar vaak in die startfase nog wel. Daarom vind ik dat ook wel de leukste specialisatie die je kunt hebben. Dus dat enthousiasme. En daarnaast, ik doe die gesprekken aan de telefoon, via de chat, face-to-face. En ik doe ook presentaties en bijeenkomsten in zaaltjes en op scholen. Dus ja, die afwisseling in het werk vind ik het allerleukste. Ja, dat geloof ik. Nou, heb je het net over crisis. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wat doet de Kamer van Koophandel bij een crisis?
Ja, nou, we hebben de laatste grote crisis, de coronacrisis natuurlijk gehad. En het was de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld de organisatie die gelijk naar het ministerie is gestapt. Joh, er moet een loket komen, want die ondernemers die hebben vragen. Ja. En die willen weten wat nu hoe kunnen wij hulp krijgen? Ja. Niet dat wij zakken met geld hadden, helemaal niet. Maar het is heel vaak ook al fijn dat er iemand naar je luistert als je problemen hebt. En je de weg kan wijzen. En dat is eigenlijk de taak die wij hebben. Ja. En eigenlijk binnen een week of twee weken hadden wij dat coronaloket. En werden we door echt wel miljoenen keren gebeld. Ja, geloof ik. De ondernemers die zeggen van ik heb hulp nodig. Of gebeld of via de website natuurlijk. Ja. We hebben geen miljoenen telefoons gehad. Nee. Nee, dat snap ik. Maar wel dat ze toch bij KVK de weg vonden. Ja. En dat niet alleen. Maar wij kregen natuurlijk ook heel veel geluiden weer terug van ondernemers. Van ik word niet geholpen en die ander wel. Nou, dan konden wij weer richting politiek gaan. Van er vallen mensen buiten de boot. Kunnen jullie daar nog eens naar kijken? En zo is het vaak een wisselwerking. Ja. Ja, ja. Ja, en dat maakt het natuurlijk heel spannend. Want je weet eigenlijk niet, als je morgen weer begint, wat je dus op je bordje krijgt. Ja, dat is het. Ja. En er komt natuurlijk nog wel wat ellende aan. Maar gelukkig zijn ondernemers over het algemeen ook heel flexibel en creatief. Ja. Ja. En weten ze eigenlijk ook van iedere crisis ook alweer een kans te maken. Als je echt ondernemend bent, dan is dat wel de uitdaging. En dat lukt echt niet altijd, maar wij vinden het ook wel heel fijn dat we dan daar een beetje een bijdrage aan kunnen leveren. Ja, dat begrijp ik. Ja, wauw. Dat lijkt me een enorm leuke baan, joh. Dat, ik doe het niet voor niks al 32 jaar. Ja, 32 jaar, jeetje. Ja. Ja, je hebt het al eerder gezegd natuurlijk, maar zo oud zie je er ook nog niet uit. Dus ik kan het niet geloven, maar wauw. 32 jaar, hoe lang ga je het nog doen, Astrid? Ja, ik hoop nog wel een jaartje of 18, denk ik. Oké, wauw. Dus voorlopig nog wel even mooie dingen meemaken waarschijnlijk. Ik hoop het, ja. Daar ga ik mijn best voor doen. Nou, ik wens het je toe. Ik zeg dankjewel. En, heel graag gedaan. Nog even, KVK, waar vind ik dat? Online, zeg jij? KVK.nl en het kantoor in Rotterdam zit op Blaak 40. Oké, wie weet gaan we je nog eens tegenkomen. Dankjewel, Astrid. Graag gedaan. Ja.